Wie vandaag wil bouwen of verbouwen, moet aardig wat geld bezitten. Is bouwen met Iton nog betaalbaar? Bouwen met Iton is zeker betaalbaar, omdat er een aantal belangrijke troeven zijn die we kunnen uitspelen. Dus Iton biedt wel verschillende oplossingen, of dat het een nieuwbouw is of verbouwing, zodat je toch wel troeven hebt. Die directe winsten die Iton u kan bieden, is de snelheid van verlijmen met een gefundeerde lijmtechniek die al jaren bestaat, die alle garanties ook op lange termijn geeft. En die zeer snel gaat. Dat zeer snel speelt dubbel, want je kunt gaan besparen op je manuurkosten, als dat met een aannemer is. Of je kan zelf ook aan de slag gaan, wat toch een belangrijke kostenbesparing is. Daarbij zijn de blokken zodanig isolerend dat u ook kan gaan sparen op de toch wel duur geworden isolatiesystemen. Dus een aantal centimeters minder purpeer en anderen gaat toch belangrijk zijn voor uw budget. En dat is een belangrijke meerwaarde die we vandaag hebben. Wij kunnen nog altijd dikke blokken aanleveren, dat u zelfs geen extra isolatiekosten nodig heeft. En dat zijn toch belangrijke budgetbepalingen de dag van vandaag. Daarnaast heeft het ook de indirecte voordelen dat u zegt isolatie blijft, de steen blijft bestaan. Iton is een oud product, bestaat al zeer lang, heeft zich al lang bewezen. Dus isolatie gaat nooit weggaan. En dat is voor uw wooncomfort toch het allerbelangrijkste. Is bouwen met Iton dan niet duurder dan met klassieke bouwmaterialen? Dat is een beetje een misverstand. Cellenbeton, Iton is een vrij duur product in de bouw, maar men gaat altijd appels en peren vergelijken. U moet eigenlijk onderaan het plaatje gaan kijken welke isolatie, wat is het resultaat, wat zijn de garanties. En daar moet u budget gaan op bepalen. Niet puur steen, steen, isolatie, isolatie. Het is een beetje een moeilijker verhaal. Kan je met Iton wel een woning bouwen? De stenen zijn toch veel lichter dan andere materialen? Ja, dat is een beetje een misverstand. De meeste mensen kennen Iton ook in de kluswereld, kleine verbouwings, kleine oplossingen voor een woning vinden. Maar cellenbeton en Iton wordt al zeer lang gebruikt voor volledige bouwoplossingen. Het zij dragend tot 3-4 verdiepingen. Dus we hebben daar al zeer lang onze kwaliteiten bewezen. Maar dat misverstand, als je kijkt in de bouw vandaag, kimblokken. Overal zijn er cellenbeton, Iton, kimblokken. Onder iedere type muur. Dus alles staat bovenop cellenbeton. Wees maar zeker dat Iton een zeer sterk bouwsteentje is.